Hallo, mijn naam is Koen de Graven. Ik speel Anton Bergman. Ik denk dat Anton een heel vriendelijk persoon is, die graag gezien is en ook graag gezien wil zijn door zijn omgeving en het goed wil doen in zijn gezin. Een belangrijke factor is dat hij een drankprobleem heeft en dat steekt af en toe de kop op. Wat heb je gedaan? Dat is het doel, hij is naar Marianne toe super bezorgd. Je ziet ook dat ze niet altijd even blij is in de relatie. Dat maakt hem wel een beetje argwanend en jaloers zelfs. Daar hebben we natuurlijk de grote gebeurtenis in hun leven, dat Marianne sterft. En daarna is er een ongelofelijke worsteling met wat is er eigenlijk echt gebeurd. Hartverscheurend of hartverwarmend? Het is hartverscheurend en hartverwarmend, denk ik. Toch vooral hartverscheurend.